Ja, natuurlijk vis je weer samen hier met... Ja, meneer Vermist Erik. Meneer Vermist Erik, ja, oftewel Mystic Blue. Hoe gaat het met Erik? Ja, goed. We hoorden dat Black Ops 3 aankwam, dus ik kom weer uit mijn hol kruipen, hè. Ja, heb je gisteren een trailer gezien trouwens? Hoe het vond je van? Ja, ik heb een trailer gezien. Ja, trailer zegt nou helemaal nog niks, hè. Zegt het helemaal niks? Denk je dat het futuristisch is, of denk je... Nou ja, ze hebben wel getweet dat het een beetje futuristisch misschien zou kunnen zijn. Maar ja, daar weet je nog niks. Dus we moeten... Wanneer was het? 24ste of zo? 26ste? Deze maand dat er meer uitkwam. Ja, dan komt de officiële trailer. Dan kunnen we gaan watertanden. Ja. Kunnen we bij afrukken en zo. En dan wordt het gezellig. Kunnen we lekker weer speculeren over wat we allemaal zien. Ja, toch? Even kijken. We gaan vandaag natuurlijk hebben over het Black Ops 2 toernooi, wat ik al eerder heb aangekondigd. Ik zal eerst vertellen wat even over de gameplay trouwens. Het gameplay is van een abonnee van mij. Hoe heet ik alweer? Ja, dat weet ik niet. Jij hebt de naam. Slecht, lekker, goed, Chris. Lekker, dit, ja, netjes. Goed voorbereid, Chris. Heel goed voorbereid, dit. Nee, het is Nightmare 030. En hij haalt hier op raid met de PDW. Met de PDW. Een matige 100 om 5. 100 om 5 inderdaad op... Hoe heet ik weer de game mode? Het is... Multiteam, inderdaad. En, ik weet er gewoon meer vanaf terwijl ik de gameplay niet heb. Dus echt erg. Hij speelt hier trouwens met de Stealth Chopper, Orbital en de Escort Drone. Oh, ik dacht Orbital Dog is een zwaam. Nee. Hij speelt wel... Ja, maar ik denk dat deze combinatie nog gevaarlijker is. Om te gebruiken. Want Orbital Dog, tenminste Dog is zwaar, is iedereen weg. En hiermee wil iedereen wel nog wel eens blijven, snap je? Met deze... Want ze denken dat je minder door dood gaat. Maar dat is niet waar. Denk ze, ja. Oké, nou, voordat de tijd vol is, gaan we het natuurlijk hebben over het toernooi. Want Erik gaat ook meehelpen. Onze blue statue. Ja, ik denk, ik zal hem wel eens van mij laten zien, hè. Dat lijkt me wel handig. Wat? Lijkt me wel handig om weer iets van mij te laten zien. Als je ook het gaat uploaden op je kanaal? Ja, als het goed is, komt er zondag een video online. Hij is bijna af. Dat hoor ik al 5 zondagen. Ja, maar nu is het echt zo, want ik heb... Iemand anders helpt me nou ook straks voor compilatievideo's. Oké, dus de eerste video is niet van jezelf? Ja, de eerste is wel van mezelf. Oké. Ja, de eerste is... Ja, ik kom gelijk mijn andere opkomen. Wie jij mag doen? Het is mijn kanaal, doe jij maar. Ja, hé, maar we hadden het inderdaad... iedereen vraagt inderdaad... Wanneer ga je nou eens een keer beginnen, godverdomme, met dat toernooi? Want iedereen wil lekker spelen natuurlijk. En dat is logisch natuurlijk. En nu is het helemaal hype natuurlijk, want Black Ops 3 komt eraan. Dus hoe leuk is het dan niet om eerst nog even een Black Ops 2 toernooi gaan doen? En natuurlijk op de Xbox 360 en de PS3. Ja, lekker. En het is mooi dat ook Erik natuurlijk een PlayStation 3 hebt. Dat is... Heel erg handig. Ja, Xbox heb ik verkocht, dus ja, dat zal lastig gaan. Ja, maar dan gaat hij gewoon even een nachtje over de nacht erbij, maar toch? Ja, we zullen allemaal wel zien, man. Nee, we hadden het even. We hebben trouwens een e-mailadres als eerste hebben wij voor jullie. Oh, jullie kunnen shit, gaan inschrijven. Het is 4-4 toernooi, maar mag je met... Hoeveel mensen mag je inschrijven? 6, hè? Ja, doe maar een dotje. Doe maar 6. 6 mag je inschrijven per team. Maar het is 4-4. En je moet met minimaal 3 mensen spelen. Dat is namelijk Black Ops 2 toernooi 2015 @gmail.com. Staat ook onder in de beschrijving, lijkt mij. Dat staat er zeker niet onder in de beschrijving. Heel erg. Dat is heel erg belangrijk dat het ook in de beschrijving staat, inderdaad. Maar kun jij misschien... mag jij lekker even de regeltjes gaan vertellen? Want dat vind ik... Jij bent altijd van de MLG... MLG, snipe, cross, map. Yep. Collateral, oké. Nee, wat we gaan doen... 4-4 en we gaan 3 verschillende game modes doen. Ja. Tenminste, 2 die sowieso al vooral gespeeld wordt in Black Ops 2. Dat is Capture the Flag en Hardpoint. Maar Fish heeft verzonnen dat we geen S&D gaan doen. Daar mag je hem dankbaar voor zijn, want we gaan Kill Confirmed doen. Ja. Dat klopt, dat komt eigenlijk omdat ik gewoon echt Search and Destroy ook echt... Dus dat wordt hem. En het is een best of 3. Dus dat betekent dat als je er 2 wint, hoef je helemaal geen Kill Confirm te doen, joh. Ja, want Kill Confirm hebben we als laatste. We hebben de volgorde bedacht. Hardpoint. Dat het Hardpoint, Capture the Flag en dan Kill Confirmed wordt. Ja. Ja, dat vinden we wel zo netjes. Nou, mag je verder gaan, Erik? Yes. Nou, we hebben een aantal Hardpoint maps. We hebben een aantal Capture Flag maps. En wat gaan we doen? We hebben straks 2 teams en de ene team mag de hardpoint map kiezen, de andere team mag de capture the flag map kiezen en wij kiezen de laatste en beslissen de kill confirm map, als ik het goed heb. Ja,
En ik zal alle mappen zal ik gewoon in de beschrijving kopiëren. Ik denk dat het makkelijker is. Dat is wel makkelijk. Ja, kill confirmed. Dan kunnen we elke map pakken die bij de standaardpakketten zit van Black Ops 2. Ja. Dus, en die andere staan wel vast. Hardpoint hebben we een stuk of 7 mappen. Capture 5 of zo. Ja, 5 mappen. En, die een beetje redelijk zijn om 4 tegen 4 te spelen. Anders is er ook geen zak aan als we ineens Aftermath, een cross map, ineens een sniper. Sniper play zien. Dat klopt. Het is wel lekker. Ja, inderdaad. Maar wanneer we het gaan houden? Ja, wanneer we het gaan houden? Nou, dat weet ik nog niet helemaal 100% zeker. Ik weet wel de inschrijfdatum. Die is namelijk vanaf vandaag. Nu. Nee joh. Vanaf nu mag je eigen inschrijven. Via dat mailadres, dus Black Ops 2 toernooi 2015@gmail.com. Je hebt een maand de tijd. Tot zondag 10 mei heb je de tijd om je in te schrijven. Oeh. En het toernooi zal in ieder geval het Xbox 360 toernooi, dat komt als eerste. Dat komt in ieder geval in juni. En in juli het PlayStation 3 toernooi. En je mag je nu gewoon voor beide toernooien inschrijven. Beide gewoon, als je Xbox en PO. Dat zou kunnen toch? Waarom niet? Oké, okay, dan schrijf ik me in als enige speler in team. Oké. Okay, nou 1 versus 4. 1 versus 4, oké. Okay. Maar dat kan niet, je moet met z'n drieën spelen. Ah, ja. Doe ik wel 2 splitscreeners. Ja, dat dacht ik al. Hé, maar we hebben nog wel een paar kleine regeltjes trouwens. Qua teams. Dat is namelijk, je mag maar met 1 iemand mag de sniper zijn. Eén iemand de sniper, want anders gaan mensen veel overkill gebruiken met snipers en zo, kutten ermee. En dat willen we gewoon niet, want één iemand mag tactisch dus de sniper zijn. Alleen diegene dus trouwens, die moet dus ook van tevoren even aangeven dat hij de sniper is eventueel, als hij wil spelen met een sniper. Het is niet verplicht natuurlijk. Ja toch? Dat klopt. Dat klopt, oké. Ik zou eigenlijk gewoon geen sniper spelen, maar ja, dat is mijn mening. Wat hè? Ik zou al gewoon geen sniper spelen, want je hebt er eigenlijk niet veel aan. Het is geen search and destroy bij, dus. Ja, maar daarom. Daarom. Je weet hoe ik denk, jongen. Je weet hoe ik ben. Nee, we gaan er trouwens. Jullie willen ook weten hoe de formaat in elkaar zit. Want we hebben natuurlijk eerder een toernooitje gehouden, hè? Toernooitje. Dat duurde 21 dagen. Dat duurde al na 23 dagen. Hè? Ben je helemaal aan slaap gevallen? Ja. 24e dag. Dacht je eigenlijk om zelfmoord te plegen? Maar toen bleef het er toch nog even in hangen, want toen kwam een keer, kwamen er een paar mensen een keer in de kal en dan blijft het nog af en toe. Ja, inderdaad. Maar dat gaan we niet meer doen. We gaan niet zo lang toernooi. Ah, jammer. We gaan niet zo lang toernooi. Nee. Wij gaan doen gewoon, je mag, er kunnen 32 teams in ieder geval per console zich eigen inschrijven. En we gaan gewoon direct knock-out doen. En dat betekent dus, de telefoon gaat hier. Dat kan gebeuren natuurlijk. Oppakken die gezooi. Nee, mijn moeder zal wel opnemen. Zo. Hartstikke lekker, dit is allemaal zo lekker. Ja, tuurlijk. Knippen er niet uit. Kom. Ik kan niet uitknippen. Maar jullie mogen dus, wat wou ik zeggen? Oké. Over de 32 teams inderdaad hebben we. Het wordt verspreid over 4 dagen, 2 weekenden. En daar kan nog wat iets tussen zitten, ligt eraan of er eventueel events zijn. Dan kan ik dat verschuiven, daarvoor weet ik nog niet precies exact die data's. Maar het eerste weekend is dus gewoon volledig iedereen de laatste 32, hè? En dan, 32 naar 16. Van 32 naar 16 is over 2 dagen verspreid. Over zaterdag en zondag. En dan die week erop, of 2 weken later zou eventueel kunnen. Dat ligt wel even aan hoe het gaat. Ja, dan hebben we de laatste 8. Dan is de laatste 16 op 1 dag en dan de laatste dag, laatste 8, laatste 4, laatste 2. Ja, dat is het. Is hem. Dat is heel zo simpel is het. Zo simpel is het, jongens. Dus we spelen eigenlijk 4 dagen. Ja. Dus 2 weekenden, zaterdag, zondag. Ja. En op elke dag worden er, elke dag eigenlijk 8 wedstrijden. Behalve de allerlaatste dag, die zondag, worden er 7 gespeeld. Dus ja. Zondag zijn we iets sneller klaar, maar dan kunnen we een grote hype hebben om de finale natuurlijk. Ja toch, ja toch. En we hebben een middagsessie en een avondsessie. Ja. En dat zal dus 4 wedstrijden per sessie zijn. Mag ik aannemen, ja. Jij kan goed tellen. Ja, dat is heel makkelijk, hè. Ja, de 8 en 2 is 4. Godverdomme. Hey, ik zie trouwens die gasten die allemaal double kills, fury kills, frenzy kills maken ondertussen de gameplay. Dat is toch wel heel dat is allemaal gehackt, zo niet naar kijken. Ja. Nee, ik zie dat niet voor me. Dus, inderdaad, en dat was het eigenlijk over het toernooi. Oh ja, de prijzen! Oh, de prijzen! Nee, ik heb nog niet helemaal 100% zekerheid. Krijg jij snoep als je wint. Wat hè? Ik krijg een zakje snoep, dat in ieder geval. Nee, maar de prijzen zijn echt super vet gaat het worden. Ik weet al gewoon dat het vet gaat worden. Ik ga nog niet helemaal 100% zeker, want ik moet het wel echt binnen hebben. Dan krijgen allemaal Black Ops 4. Ja,
inderdaad. Dat duurt nog even, dus dan kan ik wel dat sparen. Dat duurt nog even. Nee, maar we krijgen echt vette prijs. En dan heb ik het er niet over alleen codes en zo. Ja? Oké, nou, de gameplay is hier weer over. Ik zou zeggen, jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye. Bye bye.